We gaan nu laten zien hoe we bij een wiebelige kat een pilletje in gaan geven. Je zet de kat midden op de handdoek neer en vouwt de handdoek rustig om de heen. Het hoeft niet heel strak, maar gewoon puur dat de kat rustig blijft zitten. En ondertussen kriebel je de kat even. Dit is dus een techniek die we nu met z'n tweeën doen. Ervan uitgaan dat de kat inderdaad heel wiebelig of angstig is. Als je een hele makkelijke kat hebt, dan kan het natuurlijk zonder handdoek. Of dan kan het zelfs in je eentje. Nou, de techniek van de pil geven zelf. Het is belangrijk dat je de kop goed strekt. En dat je de onderkant van het bekje opent. En dat je vervolgens het pilletje achterin de bek laat vallen. Dus ik strek de kop. Open, beetje erin. Dan geef het dan ook de kat gewoon de kans om het goed weg te slikken. Soms helpt het als je het keeltje streelt. Maar over het algemeen, als je hem goed achterin mikt, dus achter de tong, dan slikken ze hem vanzelf door.